1727 till 1732. Het Hawa Mahal, of het Paleis der Winden genaamd, had tot doel dat de vrouwen van de Maharaja de jaarlijkse parade konden zien zonder zelf gezien te kunnen worden. Het gebouw telt 953 ramen, balkons en nissen, verspreid over 5 verdiepingen. Per olifant bereiken we de ingang van het Dil Aram Bagh of Amberfort, dat gebouwd werd in 1592 en later verder werd aangebouwd in rode zandsteen. Het paleis omvat een aantal audiëntiezalen, een tempel, privévertrekken en een zaal met een wapencollectie. Alles is weelderig versierd. Op die manier? Ja. Je kunt hier de stenen bekijken. Wat kan je zijn? Ze zijn verwerkt in juwelen. Ja. Ishq meri zaat ban gayi.
Jantar-Mantar is het grootst gebouwde astronomisch observatorium ter wereld. Het is in het begin van de 18e eeuw opgericht en bevat een set van ongeveer 20 belangrijke stationaire observatie-instrumenten. Wandelen naar het City Palace, dat vroeger een koninklijke verblijfplaats was, om daarna verder te gaan naar het Albert Hall Museum, dat geopend werd als openbaar museum in 1887. चांदी रात बन गई।